Hallo en welkom bij Boyfriend en Girlfriend Cook-Off. Een show waar we op zoek gaan naar het perfecte boyfriend en girlfriend material door middel van koken. Ik heb twee hele knappe en enthousiaste mannen hier bij mij in de studio en die weten wel hun potentiële liefde. Voor nu, let's get the show started. Nou, Tim en Jesse, welkom hier in deze studio. Ik ben Tim, ik doe momenteel fitness. Ik heb me wel ingeschreven voor Krav Maga. Het is een goede zelfverdedigingssport. Als het nodig is, dan zou ik zeker de technieken gebruiken om een meisje in nood te helpen als dat nodig is. Hoi, ik ben Jesse, studeer fotografie. Ik hou dus echt van de esthetische fotografie. Dus dat het echt iets moois laat zien, maar dan wel op zo'n manier gepresenteerd dat ik met een donker randje zit. Zoals jullie weten gaan jullie vandaag tegen elkaar strijden in een cook-off. En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, kunnen jullie een beetje koken? Nee, ik kan absoluut niet koken. Ik kook eigenlijk helemaal nooit, dus ja, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden vandaag. Dus je dacht, laat ik vandaag indruk gaan maken op een meisje met mijn koken. Ja, ik denk wie niet wagen, wie niet wint. Dat is zeker zo. En jij? Nou, ik kan wel een beetje koken. Ik vind het altijd wel spannend om voor iemand te koken, maar ik denk dat het wel gaat lukken, want misschien is het wel een hele leuke meid. Een dus, beetje liefde erin gooien, dat is wel goed. Ik ga liefde dan, hè. Ik hoop wel dat mijn meisje, dat hij binnenkomt wandelen, waarbij ik denk van, ah ja, lekker uitgesproken. Ik zoek wel een meisje wat moet gezellig leuke dingen met iemand kunnen doen. Dat doet me niet heel veel, of als ze blond of bruin is of zwart, dat maakt me niet zoveel uit. Om nog meer spanning erin te gooien, gaan we nu het meisje erbij halen waarvoor jullie gaan koken. Hier is Merel. Hi, ik ben Merel. Nou, ik ben Merel, ik ben 19 jaar oud. Wat ik in een man zoek is toch wel voornamelijk gewoon spontaniteit, enthousiasme. Ik vind het heel aantrekkelijk als een jongen echt een hele mooie glimlach heeft. Nou Merel, er staan hier twee mannen naast me. Ja. Wat vind je ervan? Ja, leuk. Leuk, ik hartstikke leuke jongens. Wat verwacht je? Zien ze er een beetje uit als goede koks? Ik verwacht dat hij beter kan koken dan dat jij kan koken. Maar dat is niet erg, ik kan ook niet koken, dus dat maakt het helemaal niks uit. Nou Jesse, wat vind je ervan? Ja, ze kan zelf niet koken, maar misschien ben ik daar dan wel weer voor. En Merel lijkt me een hartstikke leuke uitgesproken meid. Heeft een mooie entree. En ze ziet er best wel spontaan uit. Tim? Ja, ik vind Merel wel een leuke meid, spontaan. En ze is vrolijk, dat doet ook altijd wel goed. Ze is een mooie meid en ze ziet er hartstikke leuk uit. En ja, wat ze zei over het koken, ja, ik ga me gelijk eerlijk zijn. Ik ben niet de beste kok, maar ik hoop dat je ervan gaat genieten. Nou ja, een pannenkoek, daar maak je me ook al blij mee. Dus. Kijk. Hij kan eitjes bakken. Ja, pannenkoek kan ik wel. Yes. Pannenkoek kan ik ook. Als ze brak zijn, dan kan ik eitjes maken. En dan nu de mystery box. Voor jullie ligt een box met basisingrediënten die jullie moeten gebruiken voor het gerecht. Er zit daarnaast ook nog een kaart in met wat regels waar jullie moeten voldoen. Als jullie er klaar voor zijn, dan mogen jullie nu de mystery box openen. Aha. Dat is lekker vers eten allemaal. Ja, wat zie je allemaal? Nou, een mooie wortel, wat eieren, noedels. Nou, je kan hier misschien nog wel wat lekkers van maken. Ik zie al die groenten liggen en ik weet meteen wat ik ga maken. Tim? Is dit voor jou bekend terrein? Nee, dit is voor mij totaal onbekend. Ik zie een hele hoop verschillende dingen. Ik zou niet weten wat ik ervan moet maken. Ik zag van allerlei dingen waarvan ik dacht, ja, wat moet ik in hemelsnaam hiermee? Als ik de keuze heb uit alles, dan denk ik wel dat ik voor een pastaatje zou gaan. De challenge kaart. Gebruik minimaal één van de sauzen en je mag geen pasta koken. Noedels valt niet onder pasta's. Dus ja, jij zei nog, ik kan goed pasta maken. Ja, dat kan ik wel, maar ja, dat... En ik moet minimaal vijf verschillende groenten gebruiken en geen peper of zout gebruiken. En gelukkig kan ik wel pasta maken. Ik vind het knap hoor. Ik vind het heel, heel veel ingrediënten. Ja, zeker. Ik zou niet weten wat ik hiervan moet maken. Ik hoop dat je honger hebt, want er zit heel veel in. Ik heb wel vertrouwen in dat het goed komt, want die Tim, die kan ik wel aan. Oké, als jullie er klaar voor zijn, dan beginnen jullie 25 minuten. Nu! Zo. Wat ga je maken? Ik ga een stukje vlees klaarmaken. Oh, lekker. Met een beetje wokgroenten en losse rijst erbij. Oh, dat klinkt goed.
Wat zijn jouw plannen? Mijn plannen dit zijn toch een pasta carbonara zonder peper en zout. Alleen ik heb wel een probleem, want ik heb geen room. Dus ik moet het als een echte Italiaan gaan maken. Ik wens je heel veel succes. Ja, dat vind ik wel spannend, ja. Ik vind het wel heel grappig om te zien hoe Jesse helemaal weet wat hij aan het doen is. En dan Tim ondertussen te zien struggelen met, ja, wat moet ik nou eenmaal doen? Ik weet echt niet wat ik hiermee aan moet. Lukt het wel een beetje? Nou, ik mag het hopen. Ik hoop ook dat ik het binnen de tijd haal. Dat is nog het allerergste. Ja, ja. Ik weet er één ding, we hebben niet genoeg tijd. Oké, cut. Nee, weg dat ei. Ik heb meer eieren. Bijna. Nee. Ik heb meer. Lukt het een beetje hier? Ja, ik mis nog de mixer, maar ik zal het dan maar met een vork moeten doen. Het pasta carbonara. Weet je ook hoe dat moet? Of, nou, ik ben aan het improviseren, maar... Ik denk dat het wel gaat lukken en dat het ook nog wel lekker gaat smaken, maar ik moet wel een beetje tempo gaan maken. Dus heel veel succes. Ga jij maar lekker. Ga jij lekker zitten? Ja, inderdaad. Ik nog even bij de buurman. Ja. Dan kunnen we zo. Vraag maar ook af. Ben jij eruit gekomen? Nou, ik hoop dat het gaat smaken. Ik weet wat ik wil maken. Of dat gaat lukken, dat is nog een tweede. Het ruikt best lekker. Dat is goed om te horen. Ik hoop er van een stukje vlees uit. Daar hou ik zeker van. Ja. Kijk eens aan, dat is mooi. Ik hoop dat het ook dan net zo goed gaat smaken. Ja. Als ik een momentje heb, ik ben even mijn ui kwijt. Ze zijn weggelopen. Ja, dat zie ik. Ik kan hem echt niet vinden. Moet je er eentje leven? Ik denk dat Tim ze gestolen heeft. Ja, ik heb hem net gefruit en dan losgemaakt. Waar is mijn ui nou? Die is opeens verdwenen. En volgens mij word je uitgelachen. Dus ik denk dat je hem ergens neer hebt gelegd. Maar zelf niet een rare plek. Nou, hij is waar je denkt. Ja. Hij ligt waar ik denk. Kijk, iets langer dan je neus lang is. Jesse, je uien liggen gewoon echt letterlijk voor je neus. Oh, daar, godverdikke. Ja, ik heb dat al gesneden natuurlijk, fantastisch. Ligt die gewoon recht voor mijn neus. Hoe gaat het hier? Het gaat een beetje matig, om heel eerlijk te zijn. Je ging er met vol vertrouwen in. Ja, ik ging er met vol vertrouwen in, maar het loopt allemaal net wat minder soepel. Omdat ik ken mijn eigen keuken heel goed. Maar hier moet ik alles... Hier is het anders, hè? Ja. Ja, nou gelukkig heb ik een goede mededeling voor jullie. Oké. Okay. Namelijk dat jullie nog maar 15 minuten hebben. Wat een leuke mededeling. Heb jij een beetje stress of gaat het goed? Nou, ik heb best wel pittige stress. Het gaat beter als verwacht, dus dat is wel positief. Ja. Dus maar, dat is dan weer net omgekeerd bij jullie. Ja. Verbaas me ook dat er nog niks in de fik staat, maar wat niet is, kan nog komen. Precies, het kan nog allemaal gebeuren. Jullie hebben nog 15 minuten. Succes. Maar hoe gaat het bij jou dan? Het ruikt beter. Ik vind het een heel ambitieus plan om dit af te krijgen, maar ik ga mijn best doen. Ja, Tim is toch net iets verder. Helaas wel, hè? Ja, maar of dat het smaakt, dat is nog maar een tweede. Dat is zeker waar. Daar gaat het uiteindelijk om. Dat gaan we zien. Het zou wel de grap zijn als gewoon Tim's gerecht lekkerder is dan die van jou. Hè? Ja, dat zou een grote kans hoor. Ja, mijn vlees is wel koud, dat is wel een beetje een probleem. Beetje een probleem. Op het moment dat ik het vlees klaar had, dacht ik eigenlijk van shit, dit is veel te vroeg. De rest die is nog niet klaar. Ja, ik ben klaar. Ondertussen is Jesse nog steeds hard aan het strijden. Hard aan het strijden, zeker weten. Ga je nog halen binnen 5 minuten, denk je? Of wordt het lastiger? Nou, het begint nu toch wel een beetje ergens op te lijken. Dat vind ik wel fijn. Tim is gewoon al klaar. En ik moet mijn bord nog opscheppen. Hallo. Maar je kunt dus toch wel een beetje koken, hè, gast? Nou ja, ik hoop dat het smaakt. Daar gaat het uiteindelijk om. Het kan er wel leuk uitzien. Maar het gaat om de smaak uiteindelijk. Nou, ben ik weer. Oh jee. Jullie hebben namelijk nog maar 2 minuten.
En dan moet het gerecht eigenlijk af zijn. Jij bent al klaar. Ja, dit is mijn gerecht. Maar je hebt nog 2 minuten, dus je kan nog... Ja, ik weet het. Ik kan nog wel bij doen, maar... We kunnen iets leuks maken. Een beetje versiering verzinnen dan? Ja. Ik kan van de komkommer kun je hartjes maken. Dat is echt goed. Dan gaan we mijn vingers kosten. Hey, joh. Hoe moeilijk is het nou om een hartje in een komkommer te snijden? Ja, natuurlijk heel veel praatjes van tevoren. Praatjes? Was je zelf nu een beetje aan het indekken net? Aan het begin had Jesse een beetje praatjes over dat hij goed kon koken. En toen ik uiteindelijk eerder klaar was dan Jesse, dacht ik wel van... Hey, kijk eens aan, ik hoop dat het smaakt. Maar als het smaakt, dan heb ik toch wel een mooie prestatie geleverd. We hebben namelijk nog 10 seconden. Ah. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Niks meer doen. We zijn klaar. Hallo. Kijk eens aan. Ik heb wat klaargemaakt voor je. Ja, ziet er goed uit. Nou, voor iemand die niet kan koken ziet het er echt top uit. Wat heb je precies gemaakt? Ik heb een stukje vlees klaargemaakt met een beetje rijst en wat lekkere wokgroenten en een fris komkommetje erbij. Ik zie groenten, ik zie rijst en een stukje vlees, dus op zich ziet het er lekker uit. Nou, ik moet zeggen, ik vind het echt best wel lekker samen. Ja, ik vind die groenten lekker. Kijk eens aan. Wat vind je nou echt lekker? Als je 1 gerecht mocht klaarmaken, je lievelingsgerecht, wat zou dat zijn? Indisch eten vind ik wel lekker. Een beetje pittig keuken. Ja, dit is ook best wel pittig. Nou, een beetje pittig. Oh, mijn vlees is wel een beetje taai. Ik wou het niet zeggen. Maar het smaakt, nee, maar het smaakt op zich wel goed. Maar toen ik het ook ging snijden, toen dacht ik, oh, het vlees is zo taai. Ik vind het echt oprecht. Jesse gaat het moeilijk krijgen, moet ik zeggen. Dus, kijk eens aan, dat is in ieder geval goed om te Ja, ik wil je heel erg bedanken. En dan zie ik je zo. Ja, geen probleem. Jij ook bedankt. Ik vond het deed hartstikke gezellig. Merel was een spontane meid. Een leuk praatje mee gehad. Hey, hey. Zaan. Vind dit mooie bord? Heel professioneel. Dank je wel. Ik heb een beetje een horeca-ervaring, maar ik ben niet zo'n horeca-tijger. Nee? Zeg eens, wat heb je voor mij gekookt? Ja, nou, een pasta carbonara op z'n Italiaans. Ik zeg ik heel erg tussen haakjes, maar ik heb dus geen kookroom gebruikt, zoals het hoort. Alleen ja, eet smakelijk. Ik hoop dat je het lekker vindt en ik ben ook heel erg benieuwd. De eerste happy. Oh, cheers en geniet ervan. Een lekkere pasta carbonara zonder roomsaus. Smaakt wel heel erg goed. Nou ja, ik vind het knap dat jullie dit allemaal binnen de 25 minuten hebben gedaan. Nou, dan kook jij de volgende keer. Ja, nou ja. Ik denk dat het een diepvriespizza wordt. Oh god, kijk er nu al naar uit. Nou, ik zou zeggen, kom een keer langs. Nou, dat zou hartstikke leuk zijn. Ja. En dus... ik hoop dat je toch nog een beetje lekker hebt gegeten. Ja, ik heb zeker lekker gegeten, dankjewel. Ik heb toch erg mijn best moeten doen, maar ik... Dat proef ik ook. Oké. Nou, gelukkig. Ik vind het heel gezellig met haar. Ik zou ook graag meer willen weten over haar. Hey. Hello. Hoe is het met jou dan? Jij hebt 2 dates achter de rug. Ik vond ze dus allebei super sociaal. En ze hadden allebei ook echt wel lekker gekookt. Ik vind het zo lastig om te kiezen. Tim had me ook wel verrast. Want hij zei dat hij niet kon koken. En uiteindelijk smaakt het wel. Bij Jesse. Alleen ik wist dus niet bij Jesse dat hij een oorbel had. Oh. En als ik 1 ding echt verschrikkelijk vind, zijn het oorbellen is het bij jongens. Een oorbel. Oh, maar God. Op zich, zijn innerlijk is, vind ik dus ook heel leuk en heel sociaal, lult ook lekker van zichzelf. Van Tim, die komt af en toe komt hij nou wel een beetje lazy over. Oké. Maar eigenlijk vind ik dat ook alweer leuk. Goed, je maakt het wel lastig. Ja, inderdaad. Ja. Nou, zij maken het moeilijk voor mij. Ja, dat ook. Kan je ze niet gewoon allebei meenemen? Ja, nou, dat zou je wel bijna zeggen, hè? We gaan het zien. We gaan het zeker zien. Om het perfecte boyfriend material te zijn, moet je niet alleen goed kunnen koken. Maar ook het charisma, jullie enthousiasme en jullie humor spelen hierin een rol. Om jullie niet langer in spanning te houden, Merel heeft haar keuze opgeschreven en die naam staat hier in deze envelop. De winnaar
van Boyfriend en Girlfriend Cook-Off is geworden... Jesse! Ze hebben mij allebei echt super positief verrast. Alleen, ik vind Jesse denk ik toch net iets spontaner en heb ik denk ik ook net wat een betere klik mee. Ja, ja, ik ben wel blij dat ik heb gewonnen, maar ik had Tim het ook wel gegund. Ja, ik vind het jammer dat ik heb verloren. Ik had graag met haar op date gewild, maar het is niet anders. Volgende keer beter. Ik ben benieuwd of er een volgende date komt. Ik laat me verrassen. Nogmaals gefeliciteerd Merel en Jesse. En dit was Boyfriend en Girlfriend Cook-Off. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!